Jazz for me is freedom. I live the music that I play. Even when I'm walking or doing anything, it's music for me. If you take music out, I don't know what's gonna happen. Kijk, ik ben gewoon 24/7 met die muziek bezig. Dus voor mij is die muziek wel echt een manier van leven, ja. En ik denk voor veel jongens ook om me heen. Dit weekend is North Sea Round Town begonnen. Het jaarlijkse festival is terug van weg geweest. Vanavond opent Dizzy de deuren voor een band met jonge talenten onder leiding van Peter Samua. Als ik voor mezelf spreek in ieder geval, dan kwam hier wel als eerstejaars jochie binnen. Nou, jochie. Maar, Dizzy is dan wel een van de eerste plekken waar je een beetje kon spelen ofzo, weet je wel. En waar je ook elkaar ontmoet, een soort hang community. Jam een paar keer in de week en ook waar je met je eerste bandjes, waar ik tenminste met mijn eerste bandjes terecht kon om te spelen en uurtjes te maken op het podium. Dus die plek die heeft wel geholpen, ja, tijdens het conservatorium en nog steeds. Gewoon een gave plek. Elk jaar speelt de winnaar van de prestigieuze Erasmus Jazzprijs op North Sea Round Town. De prijs is voor aanstormend talent om zo op die manier een boost te geven aan hun carrière. Dit bandje, of eigenlijk Pieter heeft met zijn band, heeft in april heeft hij de Erasmus Jazzprijs gewonnen van dit jaar. En dat is met deze groep. Dat is een van de eerste dingen die we live hebben gespeeld eigenlijk met deze groep. En vanavond het vervolg met inmiddels Pieter als kerstverse winnaar van de Erasmus Jazzprijs. Yeah, it meant a lot for me. Because, you know, it's not easy to be part of a competition and win. You know, it comes with all the pressure and all that, you know. On the finals, when I was announced the winner, you know, man, and my mind was like, oh, I was blown away. I was like, okay, you know that feeling, like too excited. So you know, like. Veel van de winnaars van de prijs zijn ondertussen gevestigde namen in het jazzlandschap. Maar zo begonnen ze niet. Veel van deze muzikanten begonnen gewoon bij Café Dizzy. Een jaar geleden is het festival ontstaan toen North Sea Jazz naar Rotterdam kwam en ja, de gedachte ontstond van oké, we gaan ook een festival in de stad voor Rotterdammers die niet zo snel aankomen met jazz organiseren. Ja, normaal gesproken kan je ineens een band tegenkomen in een winkel of in een restaurant waar normaal gesproken eigenlijk geen live muziek is. Dus het is, ja, zomaar ineens kan je in aanraking komen met een band en dat is gewoon heel top. Some people they come to your concert, but you don't know what's going on in their lives or what they've been through. You know, like play to make them feel good, revive them from every difficulty they are going through. Ja, het is te gek, vind ik, om mensen iets mee te geven ook, om anderen te inspireren. Je kan mensen een goede tijd geven of je kan ze ergens over na laten denken waar ze nog niet eerder over hebben gedacht. Gewoon op het podium klimmen en alles geven wat je in je hebt. Over te geven eigenlijk aan de muziek en aan het moment.